De DJ Club komt iedere week bijeen om te oefenen. Een goed moment om de boys te vertellen wat Jan en ik hebben bekokstoofd. Ik hoor al iets. Ik ook. Ik ben benieuwd. Voorbij. Hey Jantje. Nee, ja. Jazeker. Lekker bezig. Hey, jij moet even vertellen, Jan. Je hebt iets bekokstoofd. Oh jee. Want wie hebben wij gebeld? Joyce. We hebben Joyce gebeld. En Joyce werkt bij de productie van het Mega Piratenfestijn. Er is aanstaande zaterdag... Ja. Een groot piratenfeest. Ja. Wat hebben wij nou gevraagd aan Joyce? Of ze een gaatje hebben dat jullie ook kunnen optreden daar. Is maar wel leuk. Vinden jullie dat niet spannend dan, Ahmed? Nee, ik vind het echt niet spannend. Ook niet als er honderden mensen staan, duizenden mensen? Nee, ik vind het echt niet spannend. Ik heb hier geleerd, dus ik kan het. Dat is leuk. Ik vind het wel leuk om mee te gaan eigenlijk. Goed man, je bent van harte welkom om mee te gaan. Het is bijna zeker. We wachten nog even één belletje af. Straks krijgen we goed nieuws. Yeah! En spelen de boys de tent plat tijdens het Mega Piratenfestijn. Ja, dat wordt gezellig! Voor de break verraste ik Jan, die een grote wens heeft voor zijn vrienden van de DJ Club. Om op te treden met elkaar ergens op een piratenfestijn. Ja. Vinden jullie dat niet spannend dan, Ahmed? Nee, ik vind het echt niet spannend. Ik vind het wel leuk om mee te gaan eigenlijk. Maar niet te vroeg gejuicht, vrienden, want we wachten nog op het verlossende telefoontje van de organisatie van het Mega Piratenfestijn. Dus even de tijd doden. Nou, dat lukt wel hoor, met dit stelletje DJ's. Hey! Telefoon. Oh, oh, oh. Telefoon, telefoon, telefoon. Kom erbij staan. Het is Joyce, het is Joyce. Ik ga opnemen. Hi Joyce, met Juni. Hi Juni, goedemiddag. Hi. Ik heb even overlegd met de organisatie van Mega Piratenfestijn. En zij zouden het heel erg leuk vinden als Jan en zijn vrienden komen draaien. Ik sta hier bij de mannen en ze springen een gat in de lucht. Dankjewel, Joyce. Tot snel, hè. Doeg! Dag, Joyce. Doei, dankjewel. Bedankt nog. Hoppa, in de pocket. Een optreden op zo'n groot podium vraagt om een spetterende act. En daarom heb ik drie professionele danseressen uitgenodigd die auditie komen doen. Aan de mannen de taak om deze showgirls te beoordelen en er eentje uit te kiezen. Moet je lachen, Ahmed. Vertel het eens waarom je moet lachen. Ik word een beetje zenuwachtig. Hebben jullie vragen voor de dames? Ja, dat hebben we wel. Waar hebben jullie wel eens bijvoorbeeld eerder gedanst? Mag ik toch vragen? De laatste keer was bij The Voice of Holland, dus ook voor tv. Oh, ik kijk altijd op vrijdagavond. Echt? Ja. Oh, wat leuk. Vind je de dans een beetje leuk? Ja. Oh, goed zo. Ik heb jou niet gezien, hè? Nee. Welke van de drie dames kunnen goed dansen? Allemaal. Ja, dat hoort er ook bij, hè? Dat is een hele goede vraag. Ja. Maar we hebben ze natuurlijk uitgenodigd omdat ze dat allemaal. Om ze zelf kunnen laten zien hoe ze kunnen dansen. Oké. Okay. Jij zegt muziek. Ja. Oké. Okay. Zijn jullie klaar voor? Ja. Ja. Dat wordt lastig nog, hè? Ik kies voor die bommen die daar. Weet u welke ik het mooiste vind? Koot. Die dan. Goed. Je stemt voor alle drie? Ja. Ja, ja toch? Ja. Een schot in de roos, die dames.
De DJ-vrienden maken alvast grondig kennis met hun nieuwe danseressen. Een paar dagen later is het zover. Geheel in stijl zetten we koers naar het Mega Piratenfestijn. Vrienden, we zijn er bijna. We zijn erbij! En ik zie aan die gespannen kopjes van jullie dat jullie er wel zin in hebben. Het wordt spannend. Ja? Ja. Bij aankomst nemen we eerst een kijkje in de feesttent, waar het straks allemaal gaat gebeuren. Yeah! Jongens, nu nog een lege zaal. Straks staan hier 7000 man. En daar is jullie podium. Ah, hier is het podium. En straks staat het hier helemaal bomvol. Hier. Ja, een beetje vlinders in de buik? Ja, een beetje wel. Ja? Dit is mijn wens. Voor iedereen van de DJ-club. En dat ik nou DJ ben. Daar ga ik iedereen van maken. Nou, dankzij jou, Jochie. Dankzij jou, jongen. Kom, we gaan de kleedkamer opzoeken. Ja, want dat hoort natuurlijk bij een artiestenbestaan. Een eigen kleedkamer. Ja, kom maar even hier kijken, mannen. Kijk eens even hier. Kijk. Up and down, disco show. Deze kleedkamer is voor jullie. Kom binnen. Welkom in de kleedkamer. Kom binnen, Ahmed. Zo, jongens. Hey, en hebben jullie de nieuwe poster al gezien? Gerrit Joling. Frans Bauer. Ja, deze gasten, ik weet niet wie dat zijn. De show. Heb je het gezien, vriend? Ja. Yeah. Dan, jongens, voor jullie optreden. Eigen t-shirt! Zo. Dank u wel, Johnny. Zet hem op, jongens. Ik zie jullie zo, hè. Goed zo. Pas op voor de uitdeur. Welke? De feesttent is inmiddels gevuld met 7000 uitzinnige feestgangers. De DJ's zien eruit om er een ringetje te halen. En we zijn bijna aan de beurt. Dankjewel, Gerard Joling! Gerard, je was een geweldig voorprogramma. Piraten naar lage landen. Ze hebben zich voorbereid. Ze zijn er klaar voor. Ze willen Klausina Vink plat spelen. Geef ze een applaus. Up and down disco show! Attention please. If dancing is not your thing, please step aside. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Here we go. Ik wil de zon hier op hun huid. Ik wil naar Griekenland. Want bij jou voel ik me thuis. O, mijn Grieks meisje, ik hoor bij jou. Lieve vrienden.